Maar waarom is dat zo slecht om weinig betaald te worden? Soms zijn er wel oplossingen. Is dat een ernstige vraag? Waarom is het slecht om weinig betaald te worden? Ja. De doorsnee CEO van een bedrijf verdient honderden keren meer vaak dan wat het mediaan loon is uitgekeerd in zijn bedrijf. Maar hij heeft ook enorm grote verantwoordelijkheden. Ja, waar zijn dan de verantwoordelijkheden van de bankiers? Welke bankier is er gestraft vanwege wat er gebeurd is 5 jaar geleden? Ik ga ervan uit dat verantwoordelijkheden het volgende betekenen. Een architect zet een gebouw neer en is 10 jaar lang aansprakelijk voor die constructie. Een bankier en de CEO zetten, niet voor de werknemers, niet voor de maatschappij, hoogst voor aandeelhouders, een constructie neer. En als het fout loopt, krijgt hij niet de plicht om zijn bonussen, om zijn verloning terug te betalen. Maar u spreekt over zeer concrete gevallen, maar ik heb het meer over ideologie. Maar is dus een minijob, dat is toch een zeer concreet geval?